judges are ready, so I would like to invite into the ring for Team Hungary, Nora Kralik and her dog Lipton. Good luck! Nou, we zijn hier op het Europees kampioenschap Dog Dance. En dat was ze dat alle internationalen die zich selecteert, hier doen ze mij hun hoen op muziek. En die worden beoordeeld door een internationale jury. Ja, het is gewoon de afwisseling en de lol die de hoenderik in had om wat nijs te leren. En dus de lijst iets uit en hij krijgt het onder een knibbel en die hond die groeit ervan. Maar zelf groeit er ook van. Ja. Maar dan had je echt zoiets van, huh? Lukt dat dan gewoon? Ja. In 2019, 2020 hebben we natuurlijk de laatste wedstrijden gehad. Op dat moment ran ik nog met Floris, mijn oude hond. Die werd nogvoudig Nederlands kampioen. En zelfs in november 2019 werd hij de elfde op het WK in Stuttgart. Maar goed, ik moest een nieuwe knibbel gaan. Oh. Die herstelfase ging net zo van een laaien dakje. Heel volle pinehoorn. En op een gegeven moment kregen we de smaak te pakken en ik weer op de been. En een maand later hier ik diagnose lymfeklierkanker. Dus die kwam er achteraan. Zo. En toen hield ik zoiets van, ja maar dat ken het. Ik ga net om mijn ochtend naar je knibbel. Wat er gebeurt, ik moet je weer bovenop komen. Maar goed, dat is er inhakken gang. Je was helemaal oudbrutsen tot, nou ja, nul, zeg maar. Maart, daarop, weer dat al je kleer. En toen ran we in het bos, Floris weer de nacht, die weer mij. En ik zei ze mijn man, goh, ik ren Joert Floris er weer uit. In plaats van hiermee. He, want hier weer in beide low level. Maar we gingen weer mooi samen een paadje op. Nou, een 2-3 dagen later weer overleden. Ja, dus echt op het moment dat ik weer grip op alles kreeg, is hier gang. Nou ja, en toen ben ik er ook gang met Onyx. Want Onyx hier is het al. Onyx heb ik al. Dus, maar dat is relatief kwart nog dwaande met Onyx dan. Ja, we zijn nu een goed jaar ben we weer op een rit. Dus ik ga echt knokt en traind om zelf en fysiek sterk te worden. Om me selecteren te kennen van dit EK. Want dan moest je wel door de selecties. Dus dan moest je wel die punten halen om überhaupt mij dwaan te kennen. Maar ik denk, ja, als ik dat red, dan ben ik er weer. Wist je wel? Dan I am back, zeg ik dan. Dus het is wel een beladen dag, eens. Ja, best wel. The judges are ready, so I would like to invite into the ring for Team Netherlands, Sitjebaka and her dog Onyx. Good luck! Tevreden. Is meer dan tevreden. Zeker. Ja. Wat giet er nou door die heen? Ik bibber. Nou, vast. Nee, dat is gewoon, ja, van alles. Nee, gewoon van alles. Ik ken het geen naam aan. Vooral heel veel energie in elk geval. Wat er even in zo'n moment uitmaakt. Maar ik ben super, super tevreden. Goed gedaan, jongen. Ik denk dat ik mijn biatskip overbracht heb. Ja. Net op, Jan. Drog in, triet weer oppakken en dwaan was mooi vist. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste in het leven.